Het klimaat verandert. En met een samenleving die op volle kracht draait, staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om vrij te kunnen blijven bewegen, moeten we schoner en efficiënter gaan reizen. Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die Rijkswaterstaat beheert. In deze video leggen we uit hoe Rijkswaterstaat werk maakt van duurzame mobiliteit. De CO2-uitstoot moet omlaag, ook voor mobiliteit. Je zult in de toekomst steeds meer elektrische voertuigen op de weg zien, zowel personen- als vrachtauto's. Daarom hebben we meer laadpunten nodig, ook langs de snelweg. Het opladen van de voertuigen kost elektriciteit. Als we de elektriciteit produceren met fossiele brandstoffen, dan leidt dat alsnog tot CO2-uitstoot. En daarom hebben we meer duurzame energie nodig in de vorm van wind- en zonne-energie. Rijkswaterstaat beheert de snelwegen. En we kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door te zorgen voor voldoende snelladers langs die snelwegen. Een kans hierbij voor Rijkswaterstaat is om samen met netbeheerders en aanbieders van laadpalen de uitrol te faciliteren. Belangrijk hierbij is te zorgen voor duidelijkheid over waar, wanneer en hoeveel laadpalen er komen. Rijkswaterstaat kan met haar ruimte langs snelwegen bijdrage leveren aan het opwekken van wind- en zonne-energie. Om deze energie aan het stroomnet te kunnen leveren zijn elektriciteitskabels nodig. Nou, als we dit slim combineren, dan hoeven er minder kabels de grond in. En daarmee kunnen de maatschappelijke kosten omlaag.